de voorjaarsschoonmaak van Bib. Hallo daar, Bib. Heb je plannen om ergens heen te gaan of iemand te bezoeken? Zo te zien gaat Bib helemaal op in zijn spelletje. Moet je de deur niet even open doen, Bib? Oh, het is Olet. Hoi, Olet. Ik dacht dat je ging trainen voor de basketbalwedstrijd van morgen. Oh, ik snap het al. Je hebt je basketbal aan Bib uitgeleend. Oh, kijk. De deur is al open. Gaat het goed, Olet? Bib, Olet heeft zich net bijna bezeerd omdat je huis zo'n rommeltje is. En hoe wil je haar basketbal vinden tussen al die troep? Denk jij hetzelfde als ik denk, Olet? Het is tijd voor de grote voorjaarsschoonmaak. Maak je geen zorgen, Bib. We maken er iets leuks van. We beginnen met het speelgoed in je kamer op te ruimen. Helpen jullie, Bib, het speelgoed te vinden dat in de speelgoedkist moet? Zien jullie het rode raceautootje? Goed zo! En hebben jullie de groene dino al gezien? Goed gedaan! Zien jullie de blauwe robot? Super! En probeer nu de gele tractor te vinden. Goed zo! We hoeven nog maar één stuk speelgoed te vinden. Zien jullie de paarse prinses? Goed gedaan allemaal! Nu is al het speelgoed van Bib opgeruimd. Zie je, Bib? Als je opruimt, kom je verborgen schatten tegen. Hoi, Olet. Heb je je basketbal al gevonden? Maak je geen zorgen. Als Bib en jij doorgaan met schoonmaken, kom je hem vast wel tegen. Wow, Bib. Wat een enorme vuilniszak is dat. Pas op. Oh, is alles in orde, Bib? Je kunt al dat afval maar beter opruimen voordat het wegwaait. Wat zeg je, Olet? Oh, kijk. Hier staat hoe je je afval moet recyclen. Super! Dus, papier moet in de blauwe bak. Plastic moet in de gele bak. En glas moet in de groene bak. Hey, Bib. Tijd voor een nieuw spelletje. Laten we gaan kijken in welke bak je je afval moet gooien. Weten jullie nog welke bak Bib ook alweer moet gebruiken? Een oude krant. Oké, eens even kijken. In welke bak moet Bib het papier gooien? Precies! De blauwe bak is de bak voor papier. Even kijken. Waar is die fles van gemaakt? Is die van plastic? Of van glas? Dat is zonder twijfel een plastic fles. Dus in welke bak moeten de plastic flessen? Ja, heel goed. De gele bak is voor plastic. Voorzichtig daarmee, Bib. Je moet oppassen met gebroken glas. Dat kan heel erg scherp zijn. Goed, welke bak was voor glas? Ja, de groene bak. Daar moet het glas in. Nu zit al je afval in de juiste bak. Super gedaan! Hoi, Bib. Heb je Olet's basketbal al gevonden? Heb je al in de kast gekeken? Wow! Bib, volgens mij is het tijd om de was te doen. Inderdaad, Olet. Je kunt niet alle vuile was bij elkaar doen. Je moet de witte was, de gekleurde was en de zwarte was apart houden. Misschien kunnen jullie Bib helpen om zijn vuile was te sorteren. Goed, de witte was gaat in het linkermandje. De gekleurde was gaat in het middelste mandje. En de zwarte was gaat in het rechtermandje. Is dat shirtje wit, zwart of gekleurd? Gekleurd! Precies, het is gekleurd. Dus, in welke mand moet het shirtje? Het moet in het middelste mandje. Raar!
taak. Ja! Waar moet deze in? Die moet op de zwarte stapel. Mik op het mandje rechts, Bip. Oh, wacht even, Bip. Heb je de zakken al gecontroleerd? Raak! Wow! En waar moeten die in? Die moeten op de witte stapel. Mik maar op het mandje links, Bip. Super! En dan gaan we nu de was doen. Opstaan, Bip. Terwijl je was aan het drogen is, moet er nog een hele hoop schoongemaakt worden. En je hebt Olet's basketbal nog steeds niet gevonden. Hoi, Bip. Hoi, Olet. Heb je je basketbal al teruggevonden, Olet? Maak je maar geen zorgen. Als je doorgaat met schoonmaken, kom je die vast ergens tegen. Goed, jullie hebben een dweil en een emmer heet water met zeep. Jullie zijn klaar om de keuken schoon te maken. Wat een teamwork, jongens! Ik denk dat je iets anders nodig hebt om die vlek weg te krijgen. Aha! Volgens mij heeft Bip een idee. Ieuw, Bip. Met dat vuile servies wordt je vloer niet schoon. Oh, ik zie het al. Er staat iets achter al dat vuile servies. Kunnen jullie raden wat het is? Bah! Oh, Bip, dat kun je maar beter weggooien. Hé, daar is het rubberen eendje van Moe. Daar was ze al naar op zoek. Ik vraag me af wat dat is. Zien jullie het al? Oh, nu zie ik het. Het is een spons. Daarmee kun je goed de vlek op de vloer verwijderen. Wauw, je vloer is nu super glimmend, Bip. Olet kan zichzelf erin zien. Ja. Wow, wacht heel even, Bip. Je moet al dat vuile servies nog afwassen. Hoi, Bip. Hoi, Olet. Oh, wat is er, Bip? Heb je er genoeg van om op te ruimen? Nou, je moet nog even doorgaan. Je hebt nog steeds Olet's basketbal niet gevonden. Maak je niet druk, Bip. Ik weet iets waarmee het heel leuk wordt. Met muziek. Hey allemaal, doe maar mee. Er moet opgeruimd worden. Ja. We got a job to be done. Let's make a start number one. Sweep with the broom around the room. Clearing and cleaning is fun. We got a job to get through. Let's do it. Let's make a start number two. Washing the floor. Was het waard? Jammer dat je je basketbal niet hebt gevonden, Olet. Maar dat geeft niet. Misschien komt hij nog wel tevoorschijn. Huh? Oh, moet je nou eens kijken. Je basketbal lag helemaal niet bij Bip thuis. Hij lag al die tijd gewoon in je auto. Bip, je bent helemaal ondersteboven van al dat schoonmaken. Bedankt dat jullie Bip geholpen hebben. Tot de volgende keer. Tot ziens. Dag.